Hallo allemaal, in deze video ga ik jullie meer vertellen over mijn stage bij UCB. UCB staat voor Union Chimique Belge. Het is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf en het bedrijf werd in de jaren 20 in Brussel opgericht door Emmanuel Janssen. Het breidde al snel uit naar de Amerikaanse markt rond de jaren 30 en rond 1950 begon UCB onderzoek te doen op het gebied van biotechnologie. Het bedrijf groeide en werd steeds meer op onderzoek gebaseerd. Rond 1980 kent UCB een belangrijke doorbraak wanneer zij Zyrtec op de markt brengen. Dit is een antihistamine product dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij hooikoorts. Ongeveer een decennium later heeft UCB een andere grote doorbraak, dit keer met Keppra. Een product dat wordt gebruikt voor de behandeling van epileptische aanvallen. Tegenwoordig richt UCB zich vooral op neurologie en immunologie. En de grootste afzetmarkten van UCB zijn de VS, Europa en Japan. Ik heb gekozen om mijn stage bij UCB te doen, omdat ik in mijn eerste jaar stage heb gedaan bij een interimkantoor. En dat betekent dus dat ik bezig was binnen de HR. En dus voor mijn tweede jaar stage wou ik graag totaal iets anders doen, om op die manier meer ervaring op te doen in verschillende gebieden. Op deze manier kan ik erachter komen wat ik leuk vind en wat ik niet leuk vind. En aangezien UCB een farmaceutisch bedrijf is, sprak mij dat heel erg aan, omdat ik nog nooit binnen zo'n veld heb gewerkt of ervaring heb opgedaan. En ook omdat ik graag meer wou weten over wat auditing inhoudt. Ik heb mijn stage gedaan binnen het Global Internal Audit Department. En dit is een afdeling die de audit controleert van over de hele wereld. Het bestaat uit een team van 7 personen. Ik zat elke dag aan dit bureau thuis en ik begon dan mijn dag om 9 uur 's morgens en eindigde mijn dag om 6 uur 's avonds. En ik nam altijd een pauze van een uur tijdens de middag. Mijn ervaring bij UCB was heel erg goed. Ik had leuke collega's, ik heb heel veel bijgeleerd en ik zou zeker andere studenten ook aanraden om stage te doen bij UCB, want voor mij was het een hele goede ervaring en ik weet zeker dat het voor andere studenten ook een mooie ervaring zou kunnen zijn. Vooral omdat ze Engels als voertaal gebruiken en als je bijvoorbeeld iemand bent die graag zijn vreemde talen meer zou willen oefenen, dan kan dit zeker bij UCB.